overstekplaats bij voetbalclub SCG 18 in Sint-Michielsgestel moet veiliger. Nou, wat ik heel jammer zou vinden is dat er eerst een kind zou moeten sneuvelen of overlijden voordat er hier echt iets gebeurt, want het is echt heel gevaarlijk. En verder, theaterwerkplaats Novalis in Vught kan met tekort aan vrijwilligers. En de politie looft €15.000 uit voor de gouden tip in de moordzaak rond Peter van Dongen. Dit is het DTV Nieuws. Welkom. Sinds de fusie in 2018 klaagt voetbalclub SCG al over de onveilige verkeerssituatie bij de oversteekplaats aan de Essenweg. Het bestuur van de club wil dat de gemeente dit kruispunt aanpakt, maar daar komt nog niet veel van terecht. Het is elke zaterdag een drukte van je welste bij voetbalclub SCG 18. Deze drukte zorgt voor een hoop gevaarlijke verkeerssituaties aan de Essenweg, waar de velden van de club aan liggen. Gevaarlijk, zeer gevaarlijk. Ja, we zien echt wel veel drukte met auto's, de fietsers die hier ook af en aan rijden, de elektrische fietsen die hard rijden. Dus als voetganger hier neem je wel een risico, ja. Erg gevaarlijk, moet ik zeggen. Vooral met de jeugd die oversteekt. En ja, het is echt gevaarlijk. Ik vind hem heel gevaarlijk. Hij is onoverzichtelijk. Dus als je vanaf de andere kant komt, dan gaan ze vol op de rem op het moment dat je oversteekt. En ziet dat de auto's dan eindelijk stoppen. Dan gaan ze vol in de rem. Maar anders vliegen ze hier over die drempel heen. Nou, dit is een zeer gevaarlijk kruispunt, omdat van links en van rechts vanuit het sportpark, je ziet het verkeer niet. Het verkeer komt ontzettend hard aangereden vanuit Bokstel en vanuit het centrum. Minimaal maar 50 vliegen ze over de kruising heen. Je durft het zebrapad niet op, want hier stoppen ze niet. En nou ja, het is, ik hou mijn hart altijd vast als er heel veel jeugd is op zaterdag en door de week wat hier gaat gebeuren. Deze zorgen zijn er al sinds de fusie in 2018. Nou, wij kloppen al vanaf 2018. We zijn een geviseerde vereniging van 1000 leden. Kloppen we al elk jaar bij de gemeente aan en komen met plannen en met voorstellen richting de gemeente en ook richting de politiek om aan te tonen dat dit heel gevaarlijk is. Dat wordt ook wel onderkend. Maar dan moeten plannen eerst gemaakt worden, dan moet het integraal bekeken worden. En dat duurt. En we moeten zo, wat dat betreft elk jaar opnieuw uitleggen waarom dit zo gevaarlijk is. En wij als club zijn eigenlijk heel bang dat er pas maatregelen genomen worden als er iets gebeurt. Ook de ouders maken zich zorgen om de verkeerssituatie. Ja, mijn dochter mag alleen naar het sportpark. Maar ik zeg inderdaad altijd als ze wegfietsen, kijk uit bij het oversteken. Ja. En zeker als het straks ook weer donkerder wordt en we de winter ingaan, dan zijn dat wel risico's, ja. Ja, ik hou mijn hart vast en ik ben blij dat ze met vriendjes fietsen. En je probeert ze mee te geven, stop, stap af, loop over het zebrapad. Maar ja, ik weet ook hoe kinderen zijn, dus die gaan misschien wel dingen doen die ik eigenlijk ze niet geleerd heb. Mijn jongste die is 11. Als hij naar het voetbal gaat en ik hoor bijvoorbeeld ergens in die tijd ook een ambulance voorbij komen, heb je toch altijd zoiets van, oeh, zou het hem zijn? Zou er iets gebeurd zijn? Omdat je weet dat het echt een gevaarlijk kruispunt is. Nou, wat ik heel jammer zou vinden is dat er eerst een kind zou moeten sneuvelen of overlijden voordat er hier echt iets gebeurt. Want het is echt heel gevaarlijk. De gemeente heeft in 2018 gekleurde palen en fluoriserende zebrapadborden neergezet om de oversteekplaats veiliger te maken. Volgens de voorzitter is dit niet genoeg. Nou, de drempel zal op een andere manier vormgegeven moeten gaan worden. Het zebrapad moet echt overzichtelijk zijn. Mensen moeten kunnen zien dat er een zebrapad is. We hebben daarvan ook de steun van de politie, die ook aangeklopt heeft bij de gemeente van dit is zeer gevaarlijk, het zebrapad ligt helemaal verkeerd. En we stellen ook voor dat de kruispunt wat verbreed wordt, zodat je ook een middenstrook hebt waar je in ieder geval per baan veilig kunt oversteken. Nou, we zijn wel altijd in goed overleg met de gemeente, dus we weten elkaar goed te vinden, dat wel. Maar het vertrouwen dat op korte termijn iets gaat gebeuren, helaas niet. Dus ja, er zal actie ondernomen moeten worden. De gemeente was nog niet in staat om te reageren op onze vragen. Het verkeersprobleem heeft ook de aandacht van de denktank Veilig Verkeer Gestel. De politie looft €15.000 uit voor de gouden tip in de moordzaak rond Peter van Dongen. De 68-jarige man uit Breda werd vorig jaar zwaargewond gevonden in Helvoort. 1 week later overleed hij. Vorige week werd een 18-jarige man uit Drunen opgepakt als vierde verdachte in het moordonderzoek. En de politie meldt dat ze een anonieme brief heeft gekregen met belangrijke informatie over de moord. De politie wil graag in contact komen met degene die deze brief heeft geschreven. De gemeente Sint-Michielsgestel komt met een plan voor 116 nieuwe woningen in Middelrode. De huizen in het bestemmingsplan woonlocatie Laarzicht komen aan de Christinastraat, Diepven en de Oude Laar te liggen.
Op het moment liggen aan de Christinastraat een boerderij en een speeltuin. Die blijven beide staan. De nieuwbouw moet een schakel vormen tussen dorp en landschap. Hierbij is er volgens de gemeente ruimte voor verschillende soorten koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Het is een consequent probleem bij veel verenigingen, een tekort aan vrijwilligers. Ook theaterwerkplaats Novalis in Vught is op zoek naar extra mensen. De grootste behoefte zit aan chauffeurs en aan de horecagedeelte van onze Novalis Stichting Werkplaats. Veel stichtingen en verenigingen kampen de laatste tijd met het tekort aan vrijwilligers. Ook bij theaterwerkplaats Novalis, een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking, hebben ze er last van. Wij zijn een theaterwerkplaats, dat wil zeggen dat hier gewerkt wordt. Wij bieden verschillende werkvormen aan, dans, spel, muziek, maar ook leren werken met computer, ook elkaar leren grimeren, kleding maken, om telkens tot producties te komen. Daar zijn dus vrijwilligers voor nodig die hun daarbij ondersteunen. Er is altijd een vakdocent of een vakspecialist aanwezig. Maar het is heel fijn als daar nog een vrijwilliger is. Dus stel dat er iemand niet goed wordt of in huilen uitbarst, wat er ook gebeurt. Dan dat er iemand even is om hun te ondersteunen en mee weg, omdat die groep niet alleen blijft. Het is de bedoeling dat de makers ook van en naar Novalis vervoerd worden. Aan chauffeurs die dat kunnen doen, is ook een tekort. Wij moeten ook zorgen voor vervoer, dus met busjes en met ouders die toch al rijden en nog een paar kinderen extra meenemen, zorgen we dat iedereen hier op tijd is en op tijd weer thuis komt. We hebben ongeveer 32 vrijwilligers en daar zijn denk ik ongeveer een stuk of 8 chauffeurs van. Maar ja, die moeten over 5 dagen in de week, 's morgens en 's middags, de theatermakers weer naar huis brengen. Dus dat vergt wel veel van de vervoerders. Dus dat is, daar hebben we dringend behoefte aan. Ook voor het verzorgen van de lunch tijdens de lesdagen komt Novalis nog mensen tekort. Dus de lunch moet klaarstaan, broodjes, brood, vleeswaren of kaas of wat soort dingen, dat moeten ze klaarzetten. En bij grote groepen hebben we ook wel eens dat er koffie of dat er broodjes gemaakt moeten worden voor grote groepen. Nou, daar kunnen ze dan ook mee helpen om die te smeren of om die klaar te maken en alles in te ruimen en klaar te zetten. Voor een vrijwilliger is het hebben van ervaring geen vereiste. Enthousiasme is het allerbelangrijkst. Nee, gewoon heel veel zin hebben om zich in te zetten voor mensen, voor de theatermakers. En daar gewoon ook de energie van krijgen van wat hun hier allemaal maken en doen. En daar ook een beetje energie van krijgen van nou, daar wil ik me voor inzetten. Zou je het leuk vinden als er nieuwe vrijwilligers bijkomen? Ja, dat zou heel fijn zijn. Want we komen echt op sommige plekken handen tekort af en toe. Het zou fijn zijn en leuk zijn. Ook voor ons als theatermakers vinden wij het fijn als er mensen zijn die ons kunnen ondersteunen. Als ze een goede hart hebben op een goede plaats, dat is het belangrijkste. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Novalis via de telefoon of via de mail. Het was dinsdag bewolkt en regenachtig en het werd ook niet warmer dan 19 graden. De komende dagen blijft het droog en laat de zon zich ook weer zien. En vanaf vrijdag gaat de temperatuur weer boven de 20 graden uitkomen. Heeft u nog een mooie weerfoto gemaakt? Mail die dan naar weerfoto@dtvnieuws.nl. En dit was het, maar meer nieuws, zoals over de reconstructie van de Sint-Lambertusweg in Gemonde, die pas na de bouwvak van 2024 kan beginnen, dat leest op onze website dtvnieuws.nl en in de app. Graag tot snel!